Ik ben Maxime Vijs uit Kortrijk en ik ben Vlaams volksvertegenwoordiger voor SPA. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Wel, ik heb deelgenomen aan de verkiezingen omdat ik iets wil doen aan het Vlaams beleid. Ik was kabinetchef in het OCME in voor voordien. En daar hebben we een heel progressief en modern armoedebeleid gevoerd. Maar het probleem is dat je op lokaal niveau vooral enkel flankerend kan werken. Om echt structureel te veranderen, dan, dan moet je naar, naar België en naar Vlaanderen kijken. Uh, en daarom heb ik uh, me kandidaat gesteld om, om in het Vlaams parlement te kunnen pleiten voor dat modern, progressief sociaal beleid. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Wel, het was een, een heel nerveuze dag, uh, en ik heb vooral zaken gezocht om mij bezig te houden. Zodat je niet te vroeg met cijfertjes bezig bent. Nu, met onze lokale partij bieden wij een taxiservice aan, aan, aan oudere mensen die minder goed te been zijn. Dus ik heb eigenlijk vooral heel de hele dag uh, ja, taxi ge gespeeld en mensen naar het stemlokaal en teruggevoerd. Uh, ja, tot rond 4-5 uur beginnen eerst de eerste resultaten binnen te komen. Dan uh, hebben we verzameld met de partijen een café. Maar uiteindelijk ja, heb ik moeten wachten tot twee uur s'nachts om, om zeker te zijn. En ja, toen was er niemand meer wakker om het, uh, aan, het, de blijde boodschap te vertellen. Behalve mijn huisgenoot, die, die zit in Chili op dit moment. En uh, dan heb ik met hem uh, gefacetimed. Ge Bent u tevreden met het resultaat? Ja, met mijn persoonlijk resultaat als, als volstrekt onbekende nieuwkomer ben ik wel, wel blij. Hè. Ze, meer dan 7200 stemmen, denk ik, is, is een, een mooie intrede, zoals ze dat heten. Nu, ja, het, het resultaat van de partij, ja, daar, ja, daar kon ik niet tevreden mee zijn. Dus ik was, wel, ik was blij, maar vieren, dat zat er niet in die avond. Ik denk dat het in het algemeen dat er heel veel antipolitieke stemmen gekomen zijn. Wat bedoel ik daarmee tegen de traditionele partijen? Ik denk mijn partij, SPA, die heeft nog altijd het aura van, van een, een echte beleidsbestuurspartij te zijn. We hebben dat tijdens de huisbezoeken ook gemerkt. Hè. Heel veel mensen dachten dat wij nog in de regering zaten. Uh, dat denk ik dat wat tijd vergt tegen dat dat, dat beeld uh, van je afgeschud hebt. Uh, en om die reden wij ook uh, de partij willen vernieuwen. Dus er zijn heel veel nieuwe mensen in het parlement, waaronder ook ikzelf. Om dan uh, ja, richting die verkiezingen binnen vijf jaar te werken en, uh, en daar een beter resultaat neer te zetten. Wat zijn uw verwachtingen over hun nieuwe functie? Ja, dus ik ben volksvertegenwoordiger, dus ik wil wel degelijk ook het volk vertegenwoordigen. Met name dan ja, vooral de West-Vlamingen uit mijn kieskring. Maar vooral de mensen die, ja, die, die zelf niet gehoord worden of die, niet, 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 die geen sterke stem hebben. Wat bedoel ik daarmee? Uh, Mensen die, die het moeilijk hebben en die de weg niet, niet goed vinden. Daarom, ik heb ook een spreekuur in Kortrijk, ik wil ook heel veel mensen zien en, en te proberen hen te helpen. Daarnaast ja, wil ik uiteraard de regering controleren en hopelijk dat beleid toch een beetje in een andere richting te kunnen sturen. En dan specifiek op, het, op het vlak van wonen. Dan denk ik dat we in de private huursector nog heel veel werk hebben. Maar ook op het vlak van sociale woningen, daar hebben we een zwaar tekort en daar moeten we echt wel serieus op inzetten. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Nee, ik, ben, uh, ik zal voltijds parlementslid zijn. Uh, ik vind dat ook niet meer dan normaal. Het is, uh, er is hier meer dan werk genoeg. Het Vlaams beleid is breed genoeg. Uh, ik kan mij ook niet inbeelden hoe dat je dat zou kunnen combineren met, met nog een ander. Een uitvoerend mandaat, bijvoorbeeld een burgemeester zijn, dan denk ik dat gaat sowieso, het ene gaat ten koste van het andere. Dat, dat is onvermijdelijk. Er zijn ook maar 24 uren in een dag. Er zijn ja, twee verschillende insteken. Hè. Het ene is natuurlijk electoraal, omdat ja, een burgemeester die, die is bekender is. En die zou meer stemmen kunnen, kunnen, kunnen aantrekken. Het andere is, als, als, als je puur naar de functie kijkt, en, en dat was, ik, ik zat in het Nationaal Bestuur van de Jong Socialisten toen we de, de statuten van de partij veranderd hebben. En ons argument was, wij willen dat, dat parlementsleden voltijds werken, dat die in het parlement aanwezig zijn, dat die hun werk doen, dat die voorstellen doen. En daar gaat het om. Heel vaak als het over de discussie gaat. Wordt het ook omgekeerd? Nou, dan spreekt men van ja, een burgemeester van een kleine gemeente die, die, die wordt te weinig verloond. Nu, daar kan ik in komen. Maar als je dan gaat zeggen van ja, dan, dan maak je die ook maar parlementslid om het loon aan te dikken, ja, bon, dan heb je nog altijd geen voltijds parlementslid. En het gaat voor ons gaat het wel degelijk over die functie goed doen. Dus ik, uh, ik zal uh, met hart en ziel voltijds parlementslid. Wat is de impact op je sociale en familiale leven? Um, well, die is eigenlijk relatief positief, want uh, mijn vriendin die woont in Brussel en voorheen werkte ik in Brugge en in Kortrijk, dus die is wel heel blij dat ik nu ook in de week uh, daar meer tijd kan, kan spenderen. En omgekeerd ook, dan wil zeggen dat wij in het weekend meer in Kortrijk kunnen zijn. Dus, dus op relationeel vlak uh, is dat zeker goed nieuws. Um, op, op familiaal vlak, ja, mijn, mijn, mijn ouders die zijn heel tevreden natuurlijk, heel de familie. Dat is natuurlijk ja, iets speciaals, uh, parlementslid worden. Um, maar ik denk niet dat ik minder tijd zal hebben dan, dan vroeger om, om, om mijn familie te zien. Het fenomeen, mensen weten wie jij bent, maar jij weet niet wie, die, wie de mensen zijn. En dat is, dat is wel wat wennen. Dat is, uh, er wordt al eens meer gekeken wat er in mijn, mijn kar in de supermarkt ligt, bij wijze van spreken. Um, maar ik heb er op zich geen problemen mee, dat is natuurlijk, ja, je weet als je... Je verkiesbaar stelt dat je in de media zal komen, dat je, dat je publieke rol zal hebben. Um, voorlopig ben ik ook nog niet zo bekend, dus uh, dat valt wel nog goed mee. Maar ik denk op termijn ja, dat dat zal, wel wat, wat, uh, ja, dat zal sterker en sterker worden. Maar uh, ik heb er op zich geen problemen mee. Waarop mag de kiezer u binnen vijf jaar afrekenen? Afrekenen. Er is, er is één iemand die dat gezegd heeft. Hè. Je mag me afrekenen als de kinderarmoede niet gehalveerd is. Ik, ja, je weet niet wat er binnen vijf jaar gaat gebeuren. Dus echt zo, zo dat echt zo'n doelstelling. Dat vind ik niet echt verstandig om dat te doen, omdat je niet zeker bent dat dat zal lukken. Maar als ik eh, iets zal kunnen gedaan hebben aan die, die wooncrisis op de private huurmarkt, als ik iets zal kunnen gedaan hebben aan het tekort aan de sociale woningen, eh, dan, eh, dan zal ik een blij man zijn. Als, als, eh, ja, Vlaanderen is vandaag rijk, maar hopelijk wordt het ook een beetje meer gelijk. Dat is, eh, dat is mijn doelstelling.